De SAO heeft donderdag aan 51 personen in Nikeri een certificaat overhandigd voor het afronden van de vaktrainingen basisschooltechniek, lessen niveau 1 en elektrohuisinstallatie. Zij hebben allen een starterspakket ontvangen van het bureau gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning, die een groot deel van de trainingen heeft gefinancierd. De training met het starterspakket heeft de organisatie per persoon ongeveer 15.000 SRD gekost. De trainingen zijn gestart op 12 mei in Nikeri en duurden 3 maanden. De Economische Controledienst ECD heeft controles uitgevoerd aan de Derde Rijweg en in Kommerwijnen. In een winkel aan de Derde Rijweg is er een aantal vervallen zeepproducten en spijsolie op de schappen geconstateerd. Ook heerste er een onhygiënische situatie in de magazijnruimte. De ondernemer heeft de ruimte gekregen om de zaak op orde te brengen binnen een afgesproken tijd. De Kustwacht Suriname heeft afgelopen zaterdag haar 10-jarig bestaan mogen vieren. Daarbij is er een nieuwe website gelanceerd over de taken, bevoegdheden en werkzaamheden van de organisatie. Er is ook een plaquette onthuld met de namen van personen die zich vanaf het begin van de oprichting van de Kustwacht hebben ingezet voor de totstandkoming van deze autoriteit. Ook werden er 10 onderscheidingen uitgereikt aan verschillende mensen die onafgebroken hun bijdrage hebben geleverd aan de Kustwacht van Suriname.